En dat, kijk hè, dit bevestigt alleen maar mijn ding dat de Belgische kust zuigt en kut is. Ah. Ik ga water in mijn gezicht gaan spetsen. Oh, wow. Oh, als die deur nu niet toe is, dan weet ik het ook niet. Hè. Ziet er nu zo uit alsof ik zo net zo 20 kilometer ben gelopen. Buongiorno. We beginnen het nieuwe jaar internationaal aan al mijn Spaanse kijkers. Is dat Spaans? Het is Italiaans, sorry. 2022 is ondertussen al 4 dagen bezig. Ik ga niet liegen. 1 en 2 januari hebben gewoonweg niet bestaan. Ik snap waarom dat mensen op een bepaalde leeftijd zeggen van kijk, het is goed geweest voor mij. Ik stop met drinken. Dit was het. Het is leuk geweest. Het is bij mij nooit leuk geweest, want ik heb altijd de alcoholtolerantie gehad van een kindje van 12. Het is nooit veranderd. Ook 2022, een boodschap naar jou. De standaard voor u ligt echt ongelooflijk laag. Het enige wat je moet doen is niet zo hard zuigen als 2021. Het is niet moeilijk. Alsjeblieft, jij zei gewoon chill, oké? Okay? Vlog van vandaag. Sven, Willy en ik zijn naar de zee geweest, naar Knokke meer specifiek. En we waren uitgenodigd door Disney Plus om een keer naar daar te gaan, om naar een speciale loge te gaan, om naar de laatste aflevering van Hawkeye te kijken. Ik heb niet veel meer te zeggen buiten dat. Oké, okay, we waren op weg naar... Wacht, ik ga dat misschien wel licht aan doen, hè? Nee, dat is zo mottig licht. Wij waren op weg naar Knokke voor een event van Disney Plus en plots komt hier een zwerver naast mij. Hey! Hey! Zeg, dat vind ik wel een brug te ver, hè? Het is wel echt een brug te ver. Wauw! Wie pak je van AliExpress of van Wish zit op die boot? Hey, kunt je mij binnenlaten alsjeblieft? Hoeveel? 50 euro. Voor? Voor zeg maar. Je kunt het tekenen voor mij voor 50? Ja, dat is goed. Dat teken ik. Met je een pen, dan schrijf ik het, zal ik het op je buik schrijven. Maar wat is de bedoeling? Is dat wij alleen of wat is het ding? We hebben ons eigen kamertje waarin dat we naar de laatste aflevering van Hawkeye gaan kijken. En we krijgen een dekentje om vieze dingen onder te doen. Om te reizen daar. De Willy krijgt zo centjes gestort. Die ook op hem nieuwe iPad. It's called investing, baby. Soins. Price is going up. Besef, wij staan hier ook echt al fucking lang, hè. We moesten er om kwart na zijn. Wat, nog een boot? Dat is dezelfde boot, maar gezonken. Dat is nog dat bovenste stuk alleen. Jongen, dat water is hier diep. Maar allee, dat kan toch niet? Dat is toch niet verantwoord? Is die brug nu naar beneden aan het komen of ligt dat aan mij? Nee, die staat wel nog altijd vrij hard stil. En kijk hè, dit bevestigt alleen maar mijn ding dat de Belgische kust zuigt en kut is. Ik kom 1 keer naar hier op een jaar tijd en ik sta hier 20 minuten voor een brug. Is er zo geen app waarop dat je kunt zien hoe lang dat die brug nog open blijft? Ja, Spotify. Welke? Meen jij dat nu? Die... De gast achter ons is aan het tuiten, maar de brug zou omhoog. We kunnen niet door, en lol. Is dat beneden uitgaan? Stel je voor, zo'n stuk waar wij nu op staan, gaan ze ook omhoog. Hé, maar dat die tutert naar mij, vind ik wel. Ga je ernaar zwaaien of niet? Terug tuter. Durfde? Och, jongen, herrieschopper. Ach, joh. Ach, joh, met je argwaan, met je oude hoed altijd. Herrieschopper. Je bent echt een woesjoen. Kijk, door de aardige teelbal. Je was stoer doen, toch? Hé? Woesjoen? Je bent echt een woesjoem. Moet je mijn dode goudvis maar niet uitschelden. Dode uitgevreten teelbal. Zemmel. Je bent echt een zemmel. Wie is deze knappe man? Ah, het is me. Doe de mond naar schrimmen op, jij man. Even, zeg ik nu aan het filmen of niet? Nu zijn we aan het filmen, ja. Oké, okay, nice. Waar zijn we? We zijn in Knokke Heist. Knokke Heist. Aan het zitje. We bevinden ons momenteel in een kelder in Knokke Heist. En Sven is aan het kakken. Ja, hier, achter deze deur. En die deur is open. Ja, dat meen je niet. Is die aan het kakken of niet? Nee, ik ben niet aan het kakken. Ik kan kakken in dit zak. Even mijn patatjes afgieten. Wat? Dat is een assenbakje. Ik wil zo net de piemel niet filmen, dus ik wil zo gewoon zo die assenbak zo filmen. Maar dat is een andere bescheid, daar ook. Ja. Dat is al de 5e keer dat je met de piemel probeert te filmen. Ik wil hem jullie tonen, maar wel voor de juiste prijs. En dat is? Och, dat weet jij ook wel. 2 euro. Dat is 1 euro per centimeter. Dus 1,5 euro is goed. Dus omdat we aan die brug aan het wachten waren, waren we te laat. Maar de mensen van Oostende zijn echt lief voor ons. Het is Knokke wel gewoon. Het is wel Knokke, ja. Maar de mensen van Oostende dan ook wel. Ze zijn ook wel echt lief. Dat heeft ook niets mee te maken. Nee. Dus om 9 uur is er nog een voorstelling. Dus we moeten nu nog een 30 minuten overbruggen. Het is niet bruggen, hè. Het is Knokke. Knokke. Ja, ik ga wel echt binnen wachten in de warmte. Dank u wel. Oké, dus ze hebben ons hier achter gelaten. Ze hebben letterlijk ook de deur op slot gedaan. Echt? Nee, de deur is niet op slot. Check hoe epic van die mini-huiskamertjes waar dat je allemaal naar Disney Plus kunt kijken. Kun je zo wat attributen zo meepakken naar huis, of niet? En dan kijk hè, dan als je hier deze gang volgt, hier is die van ons. Echt wauw. Oh my god, I love Christmas. I love Christmas. Merry Chrysler. Allemaal, goed en wel, maar
Jezus is er nog niet. Jezus is er nog niet. Als Jozef er zo heeft uitgezien, dan zou ik ook wel seks hebben met God in de plaats van de Jezus. Wij moeten ook pipi doen, maar we weten niet of dat wel strafbaar is om op het strand pipi te doen. Ja, we moeten wel niet filmen, een uil. We gaan niet pipi doen op het strand. Dus we gaan geen pipi doen op het strand. Wij gaan kakken op het strand. En dan gaan er kleine mannen een zandkasteel bouwen en die gaan ineens een dikke stront vastleggen. Oh. Ja, I am becoming what I hate most. Vieze vuile koeriers, maar dat is voor een andere video.